De mensen worden zo verwend in dit land. Want we zijn dus 15 augustus iedere avond op tv tot 10:30. En dan eventjes je tanden poetsen. En dan nog een uurtje van 11 tot 12 ben ik op Veronica Radio. Nou ja, Nederland kan zijn geluk niet op. Johan, goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn om je weer te zien. Ja. Hoe gaat het met je? Uitstekend. Ja? Ja. Het is al 1,5 maand geleden volgens mij, de laatste uitzending. Het duurt nog ruim 2 weken voordat het weer begint. Ja, maar het is wel lekker dat je even niet in de publiciteit staat en dat je even niet bedreigd wordt. Hè? Nee, daar noem je gelijk wat. Caroline van der Plas, die wordt wel ook bedreigd nu, hè? Het laatste nieuws. Jawel, maar als je niet bedreigd wordt in Nederland, stel je niks voor. Dus laat Caroline er dan maar blij mee zijn. Ze doet het overigens uitstekend. Hè? Als je kijkt naar de voorspellingen en de peilingen van hoe ze eindigt. En dat doet ze helemaal in haar eentje. Dat doet ze uitstekend. En ik heb haar opzien groeien als dochter van Wil van der Plas. En ik had nooit gedacht dat die dame dat zo goed zou kunnen. Nee. Maar goed, heel even terug. Nu, dus ja, jij wordt niet bedreigd. Dat is dus ook wel even lekker. Ja. Maar wat doe jij wel dan dagelijks? Ja, de hond uitlaten natuurlijk. Maar verder, hoe ziet jouw vakantieperiode eruit? Nou, ik ben vooral bezig met radio, hè. Momentje, sorry, wat dan? Is hij dat? In een oortje? Ja. Dan kan ik iets horen. Oh, ja, hoor ik niet. Ja, John de Bever zit ook naast de camera, die luistert mee, maar die moet even een oortje. John is zo doof als een kwartel, die kunnen we tot op het bot beledigen en dan gaat hij nog zitten glimlachen tegen ons. Ja, iets met apenpokken ook, hè, toen net. Ik heb John al gewaarschuwd, kijk nou uit met die case met de apenpokken, maar John die hoort niet bij de sector homo's die last van apenpokken hebben. Nee. Oh, de kamer gaat ook heen en weer, maakt niet uit. Zo, John is er ook bij, dat is heel mooi. Maar goed, nee, dus je laat de hond uit de afgelopen weken. Wat doe je nog meer? Hoe kom jij je dagen door? Nou, 's ochtends trek ik uit voor de hond. Dan gaan we hier de natuur in. En 's middags ben ik met radioprogramma's bezig. Ik ben wel overal uitgeschopt. Maar ik heb ook nog steeds een hoop zenders waar ik wel voor werk. Oké, ja, een nieuw programma komt er ook aan natuurlijk. Maar... 15 augustus begin ik bij Veronica. Iedere avond van 11 tot 12. En ja, dat is natuurlijk heel verrassend dat Veronica, wat altijd de zender voor de jeugd was, dat er nou een oude man gaat zitten presenteren. Ja, en ben je dan nog op vakantie geweest? Ga je daar nog weg? Kom je nog buiten grollen of dat ook helemaal niet? Nee, ik wilde naar mijn dochter toe. Die woont in Londen, maar die heeft verkering in München om het nog moeilijker te maken. Maar er was geen enkele mogelijkheid. Ik ga niet 5 uur op Schiphol staan. De treinen waren helemaal volgeboekt. De weg naar München, daar zijn allerlei reparaties aan. Daar waarschuwen ze voor ernstige files. En Lufthansa, die staakte dus. Ik kon geen kant op. Nee, dat schiet er... Nederland heeft er wel eens lekker voor gestaan, of niet? Ja. Kijk, meneer Rutte, die gaat lopen handen schudden bij een boerderij voor de bühne. Hè? Glimlachend bij de koeien gaan staan, maar... Meneer Rutte moest zich wel realiseren dat hij de langzittende minister-president is, maar dat het nog nooit zo'n chaos geweest is in dit land. Nee. Ja, ik wilde eerst over voetbal gaan praten, maar laten we nu gelijk maak me geen reet uit. Beginnen met die boerenprotesten. Ik bedoel, ja, de weg hier naartoe ook alleen maar omgekeerde vlaggen natuurlijk. Ik kwam nog wat hooibalen tegen onderweg. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, er is een heel erg cultuurverschil tussen het platteland en de Randstad. Hè? En... die mensen aan die talkshowtafels uit de Randstad, die hebben makkelijk praten, die spreken de schande van en die hebben overal een mening over, want in hun luxe appartement hebben ze geen last van koeien en die weten helemaal niet wat het boerenleven inhoudt. Maar boeren zijn mensen die keihard werken, die nooit een vrije dag hebben, die van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in touw zijn, die nooit op vakantie kunnen. En ja... Die mensen die worden nu gewoon geliquideerd eigenlijk. Hè? Die mensen die van vader op zoon op zo'n bedrijf werken, die worden geliquideerd. En dan wordt er een tussenpersoon Remkes naar voren geschoven, wat ik een uitstekende man vind hoor. Die zou uitermate geschikt zijn om te bemiddelen, maar hij is niet geschikt omdat hij zo'n stikstofrapport geschreven heeft, hè, met een advies erin. Dus hij is volkomen ongeloofwaardig voor de boeren. En
Die boeren die staan zo met de rug tegen de muur. Die willen met de mensen praten die beslissingsbevoegdheid hebben. Die willen met de minister-president praten en met de minister van Landbouw. En dan moet je niet een tussenpersoon naar voren schuiven om dan daar een beetje een compromis uit de wacht te willen slepen, weet je wel. Nee, als Rutte een vent is, dan zegt hij tegen al die boerenorganisaties, kom maar langs, we trekken er een dag vooruit. En dan gaan we ervoor zitten. En dan die mevrouw van de landbouw erbij. Maar ja, die wordt ook niet geremd door enige kennis van zaken. Maar ik begrijp nooit waarom dat soort dametjes minister worden. Maar dat zal er wel gegund zijn. Die zal op een of andere manier wel een verdienste ergens hebben. Ja, ongetwijfeld. En nu zijn er dus die protesten van de week, vandaag ook weer. En dan roepen mensen, ja, de politie grijpt helemaal niet in. Ik bedoel, ja, hoe zie jij dat dan? Kunnen ze wat? Of Maarten van Rossum, die was gisteren ook, die zat bij Op1. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Ja, maar Maarten, die komt weliswaar uit Wageningen, maar die maakt nu ook deel uit van de Randstad. Hè? Ja. Want die vindt ook alles maar lastig en vervelend. En je moet je realiseren, die mensen zijn in paniek. Die zijn in paniek. Die worden niet gehoord en die zien hun hele toekomst wegvloeien. En je hebt in iedere sector heb je mensen die wat extremistische neigingen hebben. Dat heb je bij voetbalsupporters, dat heb je bij mensen uit andere protestgroepen, waar het wel eens uit de hand loopt. En er is ook een kleine categorie boeren die over de streep gaat. En wat er gebeurt, dat ze die wegen blokkeren met allerlei rotzooi. Ja, natuurlijk is dat niet goed te praten, maar het gebeurt wel uit wanhoop. En als de politie nu hard in zou grijpen, dan krijgen we heel onsmakelijke taferelen, want dan krijgen we een soort volksopstand. Dat hangt in de lucht als de politie ook agressiviteit toont. Dus ik vind de houding van de politie, vind ik tactisch volkomen juist. En de automobilisten die daar last van hebben, ja, die moeten maar enig begrip opbrengen. En ook als ze tegen de boeren zijn, dan moeten ze zich in kunnen leven in de wanhoop van zo'n boeren. Ja, nou ja, goed, jij woont. Kijk, ik ben op het platteland opgegroeid, ja, in de Betuwe, en ik woon nu na 50 jaar weer op het platteland. Maar dan zie je om je heen wat er in zo'n boerenbedrijf omgaat en wat die mensen allemaal moeten doen en wat nu gewoon, woem, weggevaagd wordt door een meneer van D66 voorop, die waarschijnlijk nog nooit op een boerderij geweest is, die absoluut niet weet waarover die praat, maar die een rapport met cijfertjes heeft en die zegt gewoon halveren, weg met de helft. Ja, maar waar verwacht je dat dit heen gaat dan? Zo? Of... Nou, als er geen compromis uitkomt, dan krijgen we nog hele onsmakelijke taferelen in dit land. Want de boeren zijn op oorlogspad en er zijn er nu een paar over de schreef gegaan. Maar ik denk, als dit hard gespeeld wordt door de regering, dat er nergens over te praten valt. Ik denk dat er dan veel meer boeren over de schreef gaan. Want ze zijn ten einde raad en dan doen mensen gekke dingen. Ja. Nou, laten we hopen dat het allemaal wat rustig blijft. Over mate van rust. En dan wou ik er even aan toevoegen, al die goede Nederlanders die dan een punt maken dat die vlag ondersteboven hangt, dat vind ik nou een hele vreedzame wijze van protesteren. En dan kun je wel zeggen, dat is een gebrek aan respect. Maar er zijn heel veel dingen die in Nederland gebeuren, wat ik een gebrek aan respect zou willen noemen. Dus ik vind dat eigenlijk geen enkel punt. Ik heb geen vlag, maar anders had ik hem ook ondersteboven bij de voordeur gehangen. Ja, ook hier in Groningen zag ik de nodige vlaggen. Ja, maar op het platteland hangen er ontzettend veel vlaggen. En dat weet iemand uit de Grachtengordel of uit Hartje Den Haag niet wat er hier leeft, hè? Nee. Goed, het EK voor vrouwen is natuurlijk ook gaande. Ja. Heb je daar een beetje van genoten? Geniet je daar nog steeds van? Nou, kijk, ik geniet niet van vrouwenvoetbal. Maar dat ligt waarschijnlijk aan mij. Want de stadions zitten vol en de kijkcijfers waren geweldig. Ik vond wel dat het niveau ontzettend vooruit gegaan is. Het begint hier en daar op voetbal te lijken. Ik vind dat Nederland ook een paar hele aardige speelsters heeft. En Miedema is natuurlijk een goede spits, maar ik vind het zo'n naar meisje. Ik vind het zo'n trutje. Ik kan niet naar de kijken. Als het even tegen zit, als een ander scoort, dat ontevreden bekkie van de. Maar het is wel iemand met toorinstinct.
Ze hebben alleen één hele grote fout gemaakt, de KNVB. We hadden natuurlijk een hartstikke goede bondscoach, die nu bij Engeland zit. Maar die onderwijzer uit Engeland is er nou binnengehaald. Parson. Ja, dat klikt niet met die meiden. En als je een meidengroep runt, dan moet je klikken. Dan moet je de juiste toon aanslaan. Dan moet je een beetje aanvoelen hoe Nederlandse meiden in elkaar zitten. Daarom vond ik het ook zo dom dat ze niet iemand benoemd hebben die al jaren in het vrouwenvoetbal in Nederland zit. Want het vrouwenvoetbal in Nederland is waarschijnlijk anders dan het vrouwenvoetbal in Engeland en in Amerika, waar hij gewerkt heeft. Maar hij voelt het absoluut niet aan. En dat zag je al door dat interview van die Roort. Die zei eigenlijk namens de groep van dat ze dat eigenlijk allemaal theoretisch gelul vond wat hij te berde bracht. Ja, nee, maar je zegt dus het niveau begint wel wat beter te worden, maar heb je het dan ook over het Nederlands elftal? Want dat is toch wel wat tegengevallen, of niet? Ja, maar ik kijk niet naar het resultaat. Ik vond dat de Nederlandse voetbalsters met sprongen vooruit gegaan zijn. En ik heb er blijkbaar verstand van, want ik zag wel eens wedstrijden. En toen dacht ik, waarom staat die keeper van FC Twente er niet in? En dus het geluk is geweest dat die Sari geblesseerd geraakt is. Want die keeper van FC Twente die is 5 klassen beter. Dat was echt de beste keeper op de WK. Maar dat had ze bij FC Twente al tot in de treuren laten zien, maar die meneer uit Engeland die is waarschijnlijk nog nooit in Enschede geweest. Het is toch bijzonder dan inderdaad dat diegene dan niet keept, zou je denken? Nee, maar goed, nee. Misschien schiet hij niet alles. En dan het mannenvoetbal, volg je dat ook nog een beetje? Een nieuwe trainer natuurlijk. Nee, PSV, natuurlijk volg ik het. En ik vind het, wat ik heel interessant vind, ik vind Mark van Bommel, die is heel onheus behandeld door PSV. Weinig steun gehad, een jonge trainer die moet je begeleiden en een jonge trainer daar weet je van, die maakt rookiefouten en het zou heel gek zijn als een jonge trainer geen fouten maakt en die hebben ze na een paar nederlagen gewoon afgebrand. Ik hoop dat die slaagt in Antwerpen en ik vind Van Nistelrooy heb ik hoge verwachtingen van. Dat vind ik een jongen die kan uitgroeien tot een toptrainer. Ajax heeft een jongen, dat is in mijn ogen een van de grootste talenten op trainersgebied. En die jongen bij Feyenoord doet het natuurlijk geweldig. Die deed het bij AZ al heel goed en die doet het nu weer heel goed. Dus voor Feyenoord is het geweldig dat die jongen blijft. Ja, hij heeft ook weer verlengd, ook natuurlijk nog met een jaar. Ja, heel verstandig ook van die jongen hoor. Die moet nu nog niet de sprong maken. Eventjes ook even een tegenslag krijgen heeft hij eigenlijk nodig. Dat je kunt zien hoe hij dat verwerkt. Hè? Want hij heeft nog weinig tegenslagen gekend. Ja, ja. Maar het is een jongen en ook als mens. Bij de spelers ligt hij goed. Geen schreeuwlelijk, beschaafd in de interviews. En dat heb je met Van Nistelrooy en dat heb je met Van Bommel. En dat heb je met die jongen van Ajax. Ik denk dat er een hele mooie groep nieuwe trainers aan het bewind is die Nederland nog heel ver kunnen brengen. Ja, louter positiviteit wat betreft top 3. Maar slot dan Feyenoord. Ja, hoe vind je dat het daar gaat? Zeg maar. Nou, de oefencampagne was natuurlijk niet altijd best qua resultaat. Dan veel spelers weg, er komen ook nieuwe spelers bij. Zie jij het gebeuren dat Feyenoord ooit nog dichterbij Ajax en PSV gaat komen? Dat kan haast niet als je naar de budgetten kijkt. Als je naar de budgetten van die twee kijkt, dan weet je dat daaronder zal niemand echt serieus meedoen op het kampioenschap. Maar Feyenoord heeft natuurlijk iets magisch. Die heeft de beste aanhang van Nederland. En als Feyenoord thuis speelt, dan spelen ze altijd met 12 man. En iedereen gaat met angst en beven naar de Kuip, want dat is het meest indrukwekkende stadion van Nederland wanneer je uit die tunnel komt. Ik heb ook een paar keer eruit mogen komen, weliswaar als figurant, maar ik kwam eruit. En dan verzweeg je een blessure de hele week, want in de Kuip wil je erbij zijn, weet je wel. Want je was als de dood dat de dokter zou zeggen, je kunt niet spelen. Maar dat is de kracht van Feyenoord. Dus Feyenoord zal derde worden. En die zullen gewoon weer meedoen en alle supporters die daardoor gefrustreerd raken, die moeten gewoon kijken naar de begrotingen. Ja. En dat is de wet van het topvoetbal. Als je de grootste begroting hebt en je voert geen wanbeleid, dan eindig je bovenaan. Ja, Feyenoord derde. Dan is de hamvraag, wie gaat dit jaar kampioen worden, Johan? Of is dat nog te vroeg om te voorspellen? Dat is nog redelijk vroeg, ja. Dat is nog redelijk vroeg. Maar ik denk wel dat PSV wat dichterbij gekomen is.
Oké, okay. Ja, want inderdaad bij VI dan, het blad, daar wordt altijd een voorspelling ingeleverd. En ik las vanochtend dat daar nu de nipte meerderheid PSV als grootste titelkandidaat ziet. Begrijp jij dat? Nou ja, kijk, dat voorspellen, dat is natuurlijk lulkoek. Want al die mensen die dat voorspeld hebben, hebben nog nooit iets in de Toto gewonnen. Maar dat schijnt leuk te zijn voorspellen en ik voorspel dan toch maar weer dat Ajax kampioen wordt. Okay. Hoe heb je naar die transfers gekeken? Nou, Robby die dan terug is gekomen natuurlijk, nou daarom mee te beginnen. Hoe zie jij dat? Ja, die Robby die heeft zich natuurlijk gek laten maken door zijn zaakwaarnemer. Die jongen was helemaal niet aan een buitenlandse club toe. Dat was een jongen die zich prettig voelt in Amsterdam. En er kwam geld om de hoek kijken en die zaakwaarnemer denkt, dan kan ik cashen, huppakee, naar Duitsland. En die jongen heeft zich daar ontzettend ongelukkig gevoeld in Duitsland. Kijk, ik heb ook een jaartje in Duitsland gespeeld en dat is maar even de grens over. Maar je komt in een totaal andere wereld, een totaal andere cultuur. De sfeer is anders, daar moet je echt aan wennen. Ja. En zo'n jongen uit Amsterdam die net komt kijken, die voelde zich daar ontzettend ongelukkig in en die heeft alle geluk van de wereld dat Ajax hem terugneemt. Want anders hadden die Duitsers hem verkocht naar een club in Turkije of zo. En daar is het nog erger. Dus dan was zijn carrière naar de Filistijnen geweest. Maar het feit dat Ajax een zelf opgeleide speler zeg maar laat gaan, die speler verlengt niet en vervolgens kopen ze hem terug voor ruim 19 miljoen euro. Ja, dat is dan maar zo. Jawel, maar Ajax liet hem gaan, omdat als het contract afloopt, dan heb je geen poot om op te staan. Dus dan loopt die gratis de deur uit. Dus je moet als club spelers wel eens laten gaan. En als je dan kijkt naar 19 miljoen euro, hoeveel spitsen lopen er met de kwaliteiten van Bobby die goedkoper zijn dan 19 miljoen euro? Want hij heeft ook nog de goede leeftijd, waardoor hij jaren mee kan. Ja. En ze weten daar wat hij kan. Is ook zo. Iataren, dat blijft toch ook een fascinerend verhaal. Die was dan weer terug, die geeft allerlei interviews, maakt een goede indruk. En ineens, pasboom, verdwenen weer. Ja, ik maak me daar wel een beetje zorgen over. Het is niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is. Maar ik zag hem in de oefencampagne redelijk afgetraind en een fitte indruk maken. En als hij nu bij Ajax mislukt, dan is het einde verhaal. Dan is hij binnen een jaar zo zwaar als Dick Trom. En dan rommelt hij met vriendjes uit verkeerde buurten in Utrecht en dan zien we hem nooit meer terug. En dat zou voor het grootste talent van Nederland heel treurig zijn. Hoe kijk je naar de situatie met Frenkie de Jong trouwens? Ja, ook heel logisch. Barcelona heeft te veel uitgegeven. En als je dan niet alles wint en ook heel veel inkomsten hebt, dan kom je in de problemen. Die jongen die zit in een salarisschaal wat onverantwoord is voor Barcelona. En dan moeten er allerlei rijke jongens uit en rond de club die moeten bijpassen. En Barcelona moet hem gewoon kwijt. Economisch gezien kunnen ze Frenkie de Jong niet houden. En Frenkie de Jong kan zijn poot stijf houden en op een of andere manier zal hij dan zijn geld krijgen. Maar dan is hij eigenlijk niet welkom en moet je willen voetballen bij een club waar je eigenlijk niet welkom bent. Het is allemaal heel logisch, het is heel treurig, maar ik heb met Frenkie de Jong geen medelijden, want de miljoenen stromen binnen. Maar voor Frenkie de Jong zou het beter en verstandig zijn als hij naar Manchester United zou gaan. Daar heeft hij een trainer die precies weet op welke positie hij moet en kan spelen. En daar zal hij ook geen hongerloon hebben. Dat denk ik ook niet, nee. Maar tegelijkertijd, hoe raar is het dat Barcelona dan wel een speler als Lewandowski kan halen en ook andere aankopen kan doen? Ja, maar met externe geldschieters is er veel mogelijk. Hè? Er is altijd wel een gek met heel veel geld die zoiets voor zijn rekening neemt. Ja. En verder, Johan, kijk je nou elke avond alle talkshows ook nog? Of heb je nu zoiets van, nou, hoeft even niet, want ik hoef zelf ook niet meer in de talkshow vandaag in zij te zitten? Of hoe is dat? Nou, als ik tijd heb, dan kijk ik wel even een talkshow. Ja. Ja, uit belangstelling, want er zit af en toe zit er wel eens een interessante gast. Ja, en gisteren was ook de slimste mens. Even erbij pakken, daar zit Van Rossum natuurlijk ook bij. Toen kwam een fragment van Vandaag in Zuid voorbij, dat jij bij Sterren op het Doek was, bij Eus. En dan moeten ze, geloof ik, trefwoorden daarbij verzinnen. En toen zei Van Rossum dat Vandaag in Zuid in feite een eerste klas hufterprogramma is. In feite is het een programma voor adolescenten mannen met een betrekkelijk laag IQ.
Ik dacht, ik wil wel eens horen wat jij daar dan van vond. Ja, dat heb ik niet gezien, maar dat mag hij zeggen. Ja. Nee, maar ik vind Van Rossum een prima man. En in zijn positie zou ik ook zoiets zeggen om de meute te behagen. Ja. Nee, dat vind ik niet zo'n probleem. Nee, bij vandaag in de site hebben we buiten Wilfred geen universitaire opleiding. Dat klopt. Nee. En Van Rossum, die speelt natuurlijk zijn Van Rossum rol. Die zit daar smoezelig in een stoel wat te mopperen. Ja. En die grijpt ieder onderwerp aan om even te mopperen. Prima dus. Hoe vind je trouwens dat John de Bever het doet op televisie? Ja, John zit erbij, hè? Ja, dankjewel. Nou, ik heb toen tegen John gezegd, je moet het altijd doen, want zo'n soap is voor hem als zanger natuurlijk een gratis promotie. Beter kun je het niet hebben als zanger. Hij is wereldberoemd in Nederland naar de soap. Maar het mooie aan John en Kees, hij heeft ook nog geluk dat zijn man Kees, die heeft een hele goede vrolijke uitstraling op tv. Dat is een hele leuke jongen. En die twee doen het goed. Ik vind die twee heel belangrijk als homo's, om de wereld te tonen dat homo's ook heel normale mensen zijn. Want de homo's die op tv in beeld komen, dat zijn vaak van die gekkies. Dat zijn vaak van die types die ook met een leren veter in hun reet op zijn boot staan in Amsterdam, weet je wel. Dat is een ander type homo, maar daardoor hebben de homo's een bepaald imago gehad, wat niet helemaal klopt, want ik ken heel veel homo's, ook buiten John, wat hele normale mensen zijn. En ik vind het heel goed dat John en Kees nu tonen dat homo's ook heel normaal kunnen zijn. Vandaag in Zuid gaat beginnen, 15 augustus. Maar tegelijkertijd komt er op Veronica komt er ook een nieuwe voetbaltalkshow met Wilfred, Kieft, Snijder en Van der Meijden. Wat vind jij daarvan? Nou, ik vind het heel logisch. Kijk, ik denk dat Talpa strategisch gedacht heeft. Die heeft gedacht, als die drie mislukken als dagelijkse talkshow, dan moet er een terugkeer mogelijk zijn naar dat tijdslot waar ze gewoon weer Voetbal Inside kunnen gaan maken. En nu wij geslaagd zijn voor ons examen dagelijkse talkshow, vullen ze dat gat in. En dat vind ik heel erg logisch qua concurrentie, want anders gaan andere zenders op dat tijdslot zitten met zo'n programma. Dus ik keek daar niet van op en dan krijg je uiteraard de discussie wie er zitten. Maar wie er ook neerzet, er zal altijd discussie ontstaan. Het zijn in ieder geval drie jongens met een groot voetbalverleden en dat vind ik niet onbelangrijk voor een voetbalprogramma. Ja, hoeveel gaat het dubbelen dan, denk je? Want het gaat natuurlijk bij jullie vandaag in Zuid gaat ook wel degelijk over voetbal. Nee, dat gaat totaal niet dubbelen, want wij zijn een heel ander programma. Wij zijn een meningsshow en ook over voetbal. En die mensen zullen veel actueler over voetbal praten dan wij. Ik ben daar helemaal niet bang voor. Dat gaat niet dubbelen. Dat gaat ook niet op elkaar lijken. Nee, maar heb je dan trouwens verder zoiets? Want jij hebt natuurlijk jaren heb je met Wilfred samen met René de maandag en de vrijdag gezeten om het puur over voetbal te hebben, hoofdzakelijk. Hoe is dat nu voor je dan? Dat Wilfred dat nu verder gaat doen? Maar dat juich ik toe, want een betere man voor zijn programma is er niet. Wilfred kan dat uitstekend. En ja, ik heb de stekker eruit getrokken, want ik zat daar 24 jaar. En ik had het een beetje gehad met dat geneuzel over voetbal. Op een gegeven moment heb je dat, dan ben je verzadigd. Dan, het interesseert je niet echt meer. Hè? Ik zat daar soms over te praten, te discussiëren. Dan denk ik, joh, waar zit ik nou over te lullen? Want het interesseert me geen hol eigenlijk. En dan kun je daar beter mee stoppen. Ik was klaar met voetbal, want ja, ik was 17, toen ben ik beginnen te voetballen. Toen heb ik 12 jaar gevoetbald. Toen heb ik 39 jaar bij Voetbal International gewerkt. En ik zat 24 jaar op de tv over voetbal te lullen. Dan op een gegeven moment heb je het gehad. En ik vond dat er veel relevantere zaken in het leven gebeurden, actueel, om over te praten, dan alleen dat balletje. En daarom zijn we dit gaan doen. En ik vind het heel goed dat Talpa, nu dit loopt,
op dat tijdslot weer een voetbalprogramma neerzet. Want anders dan pakt de concurrentie die tijd in. Ja, de concurrentie, want RTL 4 die wil ook met een, of RTL 7 wil ook met een voetbalprogramma weer gaan komen. Ja, dat is natuurlijk dan gewoon puur omdat RTL dat van plan was. Dat heeft natuurlijk ook meegespeeld, denk je niet? Ja, maar RTL heeft één nadeel. Die hebben geen goede presentator voor voetbalprogramma's. Dat is allemaal heel formeel of iemand die een presentator acteert, dat zal nooit wat worden. Dan moet je ook een hele goede presentator hebben en dan zit je bij Wilfred goed. Ja, we hadden het net even over de gasten voor, de naam van het programma is nog niet bekend. Ondertussen worden we de honden op de achtergrond, maakt verder niet uit. Maar dus Wim Kieft, Van der Meijden en Snijder op dit moment. Ja, ik hoorde van Marco, en dat zou ik zeer terecht vinden, dat Hans Kraaij ook aan zou schuiven. Kijk, Hans was een beetje teleurgesteld omdat hij niet met ons mee kon. Maar ik was daar heel open en eerlijk in tegen hem. Wij hadden geen voetbalprogramma meer. We zouden wel over voetbal praten, maar het voetbal was met René en mij heel goed gecoverd. En er spelen andere dingen en wij wilden als derde man of vrouw iemand hebben die gespecialiseerd was in andere onderwerpen. En als dan Derksen van der Gijp en Hans Kraaij over de oorlog in de Oekraïne gaan zitten praten, dan krijg je lekengelul natuurlijk. Hè? Dus dan heb ik liever iemand die daar verstand van heeft. En Hans was graag meegegaan, want die vond het leuk om bij ons te zitten. En Hans is een prima collega, is niks mis mee, maar die paste niet in wat wij nu doen. Nee. Maar ik vond het heel logisch dat Marco tegen mij zei van we proberen Hans er ook weer bij te krijgen, want daar past hij hartstikke goed in. Hoe logisch zou het zijn als ook meneer De Bever aanschuift in zo'n programma? Als meneer De Bever alles kan verstaan, is hij uitermate geschikt voor zo'n programma, want John heeft een nare eigenschap overal een mening over te hebben. En John is natuurlijk ook een jongen met een heel groot voetbalverleden. En John is een bekende Nederlander. En als John dus een contract zou tekenen waarin hij belooft om geen liedjes te zingen, zou ik het aanbevelen om John er ook af en toe bij te zetten. Want hij is daar uitermate geschikt voor. John, zou dat willen? Checken. Zou je dat willen? Jawel, ik heb het natuurlijk wel druk, maar ja. Waarom zou ik dat niet kunnen? Ik kan net zo goed over voetballen praten. Dus, en net wat Johan zegt over Wesley Snijder natuurlijk, die hebben allemaal wel al heel lang gevoetbald. Maar het is natuurlijk ook wel leuk om iemand anders die ook het voetbal anders beleeft, maar wel zijn mening zegt. Ja. Kan zeggen. Ik ben wel iemand die zijn mening zegt. Ik kom hier elke week bij Johan. Dat is nou niet toevallig omdat jij nou hier bent. Ik zou hier koffie komen drinken. Maar dan hoor ik Johan hier een half uurtje kletsen, maar al wat hij zegt klopt in principe. Dus ja, wij liggen op één lijn. Dus ja, ik denk wel hetzelfde altijd. En daarom zijn we ook vrienden. Kijk, ik kan het nooit zo verwoorden als Johan Derksen, want er is maar één Johan Derksen. Die komt er ook nooit geen één. Als je dat maar weet, John. Hè? Heel verstandig wat je nu zegt. Het is gewoon zo, maar de mensen zullen blij zijn als jullie terug zijn. Maar ik zou er best van. Nou, er zijn ook wel mensen die niet blij zijn. Nou, misschien andere zenders erbij. Maar ik zou dat best wel ambiëren, ja. Dat hoeft niet elke week, maar af en toe een keer zou ik dat best wel leuk vinden, ja. Hoe is het verder met je, John? Bij mij is goed, ja, mijn horen slechter natuurlijk, maar ja, als ik een klein oortje in heb, dan hoor ik alles. Dus zo erg is het niet, ik hoor alleen iets minder scherp, maar dan komt dat ik veel zing. Dus als ik aan tafel zou zitten en ik heb een oortje in, hoor ik alles. Maar ja, bij mij gaat het goed, de soap loopt heel goed, daar ben ik heel blij mee natuurlijk, omdat wij, ja, het was toch een gok eigenlijk. Maar na een aanbeveling van Johan, ja, ik heb Johan gebeld, moeten we doen? Johan zei toen, ja, jullie moeten dat doen. En Kees vond het leuk, zei, nou, dat gaan we doen. Want ja, je moet het altijd maar afwachten, maar we hebben alleen maar goede reacties, alleen maar positieve reacties. Kijkcijfers zijn heel goed, dus we krijgen een seizoen 2. We zijn zelfs genomineerd voor de televisiering, dus ik ben benieuwd. Niet dat we de televisiering hoeven te winnen, maar het is natuurlijk leuk als je 7 keer op televisie bent geweest. En je kunt dan genomineerd worden, het zijn wel de voorrondes, genomineerd worden voor televisiering. Dus dat is natuurlijk wel leuk. Hij zegt televisiering, ik denk dat als Johan zich een beetje hard maakt voor jouw programma, jullie programma, dat het wel eens vaart kan lopen, of niet? Nou ja, wij hebben ooit de televisiering gewonnen omdat het een publieksprogramma is. Hè? Het publiek moet stemmen. En wij hebben niet gewonnen omdat we zo'n goed programma maakten, maar omdat we een hele trouwe aanhang hadden die voor ons gestemd hebben. En dat zou bij John De Bever ook kunnen gebeuren, want alle De Bever fans, en dat zijn er nogal wat,
die hoeven maar eventjes een mailtje te sturen en ze hebben een stem. En er zijn andere programma's die een hele andere aanhang hebben, die niet zo stemachtig zijn bij dit soort evenementen. Ja. Dus ik sluit helemaal niet uit dat je hoge ogen gaat gooien. Ik vind overigens dat Talpa wel een kans gemist heeft. Want ik weet dat er binnen de Talpa-directie ook over de soap van de bever gesproken is. En ze hebben het op een gegeven moment niet gedaan. Maar als je ziet wat Talpa wel doet, dan hadden ze beter de bever kunnen nemen. Ja, ja, is zo. Overigens, wat betreft een nominatie voor televisiering in een andere categorie, in een online videocategorie, is Koffie Met ook genomineerd. Dus ik dacht, nou, ik zit hier voor het eerst dan met jou in die setting als het ware. Zou je ook een klein oproepje kunnen doen wat dat betreft misschien? Stemmen? Nou ja, wij zijn allemaal van Talpa. Hè? Dus het is natuurlijk leuk als Talpa's wat succesjes heeft. Dat hebben ze ook wel nodig, vind ik. En ik ben niet zo thuis op digitale tv, want dat volg ik niet zo. Maar het zou erg leuk zijn inderdaad als dit programma genomineerd zou worden. Maar is genomineerd al? Oh, maar ja goed, als de Talpa-sterren als Johan Derksen figureren, dan kunnen ze niet om dat programma heen, want ja, dat stel je wel voor, hè? Ja, nou ja, als het nou niet goed komt allemaal... Dat denk ik ook. Je hoeft nou nog alleen nog even naar Dordrecht, naar Van der Gijp, en dan zit je gebakken. Ja, moet je verder nog wat kwijt, Johan? Nee, ik heb geen hete hangijzers, geloof ik. Niet zo dat je ergens echt kapot aan hebt geërgerd de afgelopen Nou, tijd. Wat ik wel... Toch wel? Ja, wat me wel gestoord heeft, die jongen die die talkshow nou doet op 4, hoe heet die jongen? Renze, ja. Ik heb niks tegen Renze hoor, maar dat lijkt me ook een hele aardige jongen. Maar die laat zich geweldig opnaaien door zijn redactie, want je kunt in dat programma af en toe horen en zien, dat is niet Renze zoals die karakterologisch in elkaar zit, maar dat is een opgefokte Renze die dan plotseling hele harde, venijnige interviews probeert te houden voor de kijkcijfers. En dat kan Wilfred heel goed, maar Renze beheerst dat niet. De vriendelijke Renze speelt dan plotseling een rol die hem niet ligt. En dat is heel ongemakkelijk om naar te kijken. Oké. Nou, helder. Nou, Jan, succes met alles wat je nog gaat doen de komende weken. En... Oh ja, en de mensen moeten vooral, de mensen worden zo verwend in dit land, want we zijn dus 15 augustus iedere avond op tv tot 10:30 en dan eventjes je tanden poetsen en dan nog een uurtje van 11 tot 12 ben ik op Veronica Radio. Nou ja, Nederland kan zijn geluk niet op.